Vandaag mag ik jullie een hartelijke groet overbrengen van de zendingsposten uit Ecuador. Van Davy, een jongen van 12 die elke zondag trouw met zijn vader en moeder en broertje naar de zendingspost in Puerto Viejo komt. Van de vrouwen, van de vrouwenclub in Machala, die regelmatig samenkomen om Gods woord te onderzoeken. Van de vele kinderen van de vakantiebijbelclub in Quevedo. En ook van dominee Jorge en zijn vrouw Erika, die de eerste zelfstandige gemeente van Guayaquil mogen dienen. Wie zijn die mensen waarvan ik u de groeten mag doen? En zijn jullie verbonden met het zendingswerk wat daar mag gebeuren? Laten we Ecuador eens van iets dichterbij gaan bekijken. Het is vrijdagmiddag. Ik ga op bezoek bij Debi, 12 jaar, en bij zijn vader Yandri en zijn moeder Gemma en zijn kleine broertje Josias van 2. Al snel raak ik in gesprek met Debi. Hermana, weet u dat Ecuador 6 keer zo groot is als Nederland? En ons land precies op de evenaar ligt. Daardoor zijn de dagen en nachten het hele jaar door even lang. Ons land was vroeger een kolonie van Spanje. En daardoor zijn veel mensen tot de dag van vandaag nog Rooms-Katholiek. Mijn familie ging ook naar de Roomse kerk. En sommigen doen dat nog steeds. Dat vind ik heel verdrietig. Want mijn vader heeft mij uitgelegd dat ons land een reformatie nodig heeft. We hebben een nieuw hart nodig. En dat nieuwe hart, dat kunnen we niet verdienen door goede werken te doen. Of door Maria te aanbidden. De Heere heeft ervoor gezorgd dat mijn vader in de Bijbel ging lezen. En ook op zoek ging naar een kerk. Eerst dacht mijn vader dat de Jehovah-getuigen het ware geloof hadden. Maar daar vond hij geen rust. Tot een vriend van mijn vader hem uitnodigde om mee naar de zendingspost te gaan. En tot op de dag van vandaag gaan wij daar nu naar de kerk. Eerst mijn vader, later ook mijn moeder. En nu gaan we als gezin. En weet u wat ik zo mooi vind? Mijn vader mag ook af en toe helpen in de kerk. En als ik 's morgens wakker word, dan zit mijn vader al vaak te lezen in dikke boeken die Gods woord uitleggen. Ik ben heel blij dat de Kerk van Nederland zendingswerkers heeft gestuurd om over Gods woord te vertellen. Maar willen jullie ook bidden of de Heere ons Ecuadoraanse dominees wil sturen? Zodat het zaad gestrooid mag worden, ook door de Ecuadoranen zelf? Na een fijn bezoek neem ik afscheid van Debi en zijn familie. De volgende dag stap ik in mijn auto. Ik ga op weg naar Machala. Het is een rit van wel 7 uur, maar ik geniet. Ik geniet onderweg van de prachtige natuur, de heuvels, cacaoplantages, rijstvelden, mangobomen, bananenplantages. En voor mij zie ik een wagen vol bananen rijden. Zouden deze bananen straks ook in de Nederlandse supermarkt liggen? Ik kom aan bij de kerk in Machala. Ik word hartelijk ontvangen door Hermana Leonor en Goldie, leidinggevende van de vrouwenclub. Samen maken we alles klaar voor de bijeenkomst. Om 6 uur komen de eerste vrouwen binnen. Een kwartiertje later is bijna iedereen er. Tijd om te beginnen. We zingen eerst een psalm
En na het gebed gaat de Bijbel open. Vanavond staat Eva centraal. We lezen ons de beurt een Bijbeltekst voor. Hermana Goldie houdt een inleiding. Ze legt uit hoe de zonde in de wereld gekomen is. Maar ook dat Adam en Eva de moederbelofte gekregen hebben. Duidelijk klinkt de boodschap uit haar mond. Er zal strijd zijn tot de laatste dag. Maar het beloofde zaad, Christus, is gekomen. En hij zal opnieuw komen. De Satan verslaan en overwinnen. Het is voor mij de eerste keer dat ik deze vrouw een inleiding hoor houden. Ze heeft het heel goed voorbereid en stelt eenvoudige vragen. Ik ben verwonderd. Het is bijzonder om de Bijbelse boodschap uit de mond van een Ecuadoraan zelf te horen. Ik kijk de kring rond. Ik zie een vrouw die een moeilijk huwelijk heeft. Ook een vrouw die zich dagelijks zorgen maakt of ze genoeg geld heeft om eten te kopen. Een ander, daarvan weet ik dat haar man aan de drugs verslaafd is. Ik zie een moeder met haar dochter. Allebei hebben ze het verlangen om de Here te dienen. Ook zie ik een vrouw die nog maar heel recent in de kerk komt, maar geen één kerkelijke activiteit overslaat. Dan kijk ik naast mij. Ik zie een vrouw zitten met een Bijbel. Een goed gelezen Bijbel. Vol met aantekeningen en onderstreepte teksten. Deze vrouwen, ze zijn gekomen naar de vrouwenclub om Gods woord te onderzoeken. En ook voor wat gezelligheid. Om soms de zorg van alle dag te ontvluchten. Na de inleiding gaan we knutselen. Al snel hebben alle vrouwen een prachtige houten hanger gemaakt met twee Bijbelteksten erop. We sluiten af met drinken en iets lekkers. Ook deze avond is het zaad in de aarde geworpen. Na een weekend in Machala geweest te zijn, ga ik op weg naar Guayaquil. Ik ben uitgenodigd om bij dominee Jorge en zijn vrouw Erika te gaan lunchen. Als ik om 1:30 mijn auto in de smalle straat parkeer, vraagt de vader van Erika, die in het huisje ernaast woont: Hermana, wil je een varkenspoot kopen? Maar dan opeens, de aarde begint te beven. Een aardbeving, roept haar vader. Ik zie mensen naar buiten snellen, op zoek naar een veilige plek op straat. Een man slaat een kruis. Een andere vrouw begint te huilen. Een derde knielt neer op de grond en bidt. Snel loop ik naar de overkant van de smalle straat en omhels ik de dochters van de dominee. En gelukkig, dan is de beving voorbij. Het was een heftige dit keer. Snel app ik aan mijn collega's dat ik veilig ben. Dan valt de elektriciteit uit. Erika vraagt me of ik snel haar man wil bellen. Gelukkig, we krijgen contact. Ik ben veilig en hoe is het met jullie? Het gaat goed. Het duurt nog wel even voor ik thuis ben, want eerst wil ik kijken of alle gemeenteleden veilig zijn. 'S Avonds nodigt dominee Jorge me uit om mee te gaan naar een van de evangelisatiebijeenkomsten bij mensen thuis. 5 weken achter elkaar komen mensen een avond
in de week samen om over de kern van het evangelie na te denken. Rond 8 uur zit de huiskamer helemaal vol. Er zijn mensen die normaal gesproken zondags naar de kerk komen. Maar ook mensen die daar nooit komen. Maar uit volle borst zingen ze. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In alle eenvoud wordt hier door dominee Gorgen het zaad gestrooid. In het verlangen dat het zaad in de goede aarde mag vallen. En deze mensen ook naar de kerk mogen komen. Tot slot gaan we op bezoek bij de zondagsschoolkinderen van Quevedo. Onze Ecuadoraanse evangelist Dani heeft samen met de zondagsschoolleiders een vakantiebijbelclub georganiseerd. In de laatste vakantieweek mogen de kinderen samen met hun broer of zus, vader of moeder naar de kerk komen. Samen denken ze na over 3 gelijkenissen. Vanmiddag gaat het over de gelijkenis van het zaad. Evangelist Dani vertelt het. De zaaier gaat uit om te zaaien. En een deel van het zaad valt op de weg. Een ander deel tussen doornen en distels. Ook wordt de zaad weggepikt door de vogels. Maar er valt ook een deel in de goede aarde. En dat brengt vruchten voort. Ook in Ecuador gebeurt het. Dat kinderen naar de zondagsschool komen. Maar als ze thuis zijn, het Bijbelverhaal alweer vergeten zijn. Er zijn vaders en moeders die een paar weken naar de kerk komen. Maar dan, eindelijk, kunnen ze werk krijgen. Maar dat betekent dat ze ook op zondag moeten werken. Helaas, ze komen niet meer naar de kerk. Er zijn ook Ecuadoraanse kinderen, jongeren, vaders, moeders, vrouwen en mannen die geraakt worden door Gods woord. Er gebeurt iets in hun leven, waardoor ze zoekend gemaakt worden en verlangen krijgen naar meer onderwijs uit Gods woord. Ze blijven komen. Ze willen meedoen. Soms vallen ze even terug in hun oude leven. Maar ze komen terug, want door Gods genade hebben ze ontdekt dat ze ongelukkig zijn. En ze hebben een zaligmaker nodig. De kinderen hebben goed geluisterd. Nu is het ook voor hen tijd om te knutselen. Ze mogen zaadjes strooien in geknutselde bloempotjes. Hopelijk komen de zaadjes op en vertellen deze kinderen weer thuis over de gelijkenis van het zaad. Zo wordt het zaad gestrooid in Ecuador. Door jong en door oud. Door Ecuadoraan en door Nederlander. Door Debi en zijn ouders uit Puerto Viejo. Door de vrouwen van de vrouwenclub van Machala. Door dominee Gorgen en zijn vrouw Erika in Guayaquil. Door evangelist Dani en de zondagsschoolleiders van Quevedo. Ik mag u groeten namens hen en namens alle broeders en zusters van de zendingsgemeentes van Ecuador. Ik wil iedereen opnieuw vragen. Zijn jullie verbonden met het zendingswerk in Ecuador? Echt verbonden? Door gebed, smekend om zegeningen en heil, ook voor dit volk, verlangend naar een rijke oogst, ook onder Ecuadoranen, om hem te roemen die ons blijdschap geeft. Laten we hiervan gaan zingen uit Psalm 118, vers 12.